Steeds sterker wordt het landbouwbedrijf gemechaniseerd. En men krijgt ook steeds meer oog voor comfort en veiligheid. Trekkerbestuurders hoeven niet altijd meer in de regen te zitten. En in de vaak ruime cabines zijn extra versterkingen aangebracht om de bestuurder te beschermen voor het geval de tractor mocht omslaan, wat nogal eens gebeurt. Het was allemaal te zien op de werktuigendagen in het Noord-Brabantse Liemde, waarvoor zo'n 35 miljoen aan apparatuur bijeen was gebracht. We doen een greep. Een maïs-spuitcombinatie die in één werkgang in een boomgaard het werk verricht dat anders in twee keer moet gebeuren. Het toenemend tekort aan arbeidskrachten werkt inspirerend op de fabrikanten van machines voor land, tuin en bosbouw. Zo toonde Liemde een boomplantmachine die 80.000 gulden kost en waarmee per dag zo'n 15.000 boompjes geplant kunnen worden. Nieuw is ook deze machine voor het planten van perspot sla. Met dit apparaat, dat door een trekker wordt voortbewogen, kan per minuut een stuk grond van ruim 200 meter lengte beplant worden. In twee dagen kwamen er in Liemde zo'n 75.000 geïnteresseerden uit de kringen van land, tuin en bosbouw. Zij waren wellicht het meest geïmponeerd door een uit Oostenrijk afkomstige zevenscharige ploeg. De techniek staat voor niets. De Nederlander ook niet, als hij een dagje uit is.